Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Suriname zal actief participeren tijdens COP28 en regering geeft terug aan gemeenschap. President Chandrika Prasad Santokhi is op 28 november aan het hoofd van een delegatie vertrokken naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, om deel te nemen aan de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties COP28. President Santokhi verwacht dat tijdens deze 28e editie diverse onderwerpen over de aanpak van klimaatverandering aan de orde zullen komen, die zeker voor Suriname van belang zijn. Hij geeft ook aan dat Suriname actief zal participeren in de discussies die moeten leiden tot concrete maatregelen om de diverse fondsen zoals loss and damage en adaptatie effectief te laten functioneren. Het is belangrijk om te weten wat COP is, want het is een begrip geworden. Iedereen gaat naar COP, alle leiders gaan naar COP. Het is een grote conferentie. Maar COP staat voor de Conference of Parties. En is een uitvloeisel van een besluit van de Verenigde Naties. Dus COP is een vergadering van de Verenigde Naties. En valt onder het raamwerk van het VN-orgaan dat gaat over climate change, UNFCCC. En sinds wij een overeenkomst gesloten hebben als wereld met lidstaten, zijn verschillende akkoorden geweest, maar het meest bekende is het akkoord van Parijs. Daar zijn er afspraken gemaakt hoe wij ons planeet kunnen beschermen. En planeet is belangrijk, want het planeet is daar, maar binnen het planeet en op de aarde gebeuren er zoveel dingen die in feite de continuïteit van het bestaan van ons planeet bedreigen, ernstig bedreigen. En dat is allemaal wetenschappelijk vastgesteld. En de wereld heeft beslist, we gaan ons planeet moeten beschermen. En daar hebben we alle wereldleiders nodig. Omdat als één land niet meewerkt, dan blijft het toch doorgaan met die bedreiging. En wat bedreigt met name de wereld, planeet? Die uitstoot. Die uitstoot die plaatsvindt met zoveel activiteiten. Industriële activiteiten, bedrijfsactiviteiten. Ook mensen stoten uit. Maar dat wordt weer geobserveerd. Door de natuur, door bomen. Maar nu is er zoveel uitstoot dat de aarde warmer begint te worden. En als het warm begint te worden, dan ga je een heel ander effect zien. Droogte zal ontstaan, overstromingen zullen ontstaan, ijs begint te smelten op Noordpool, Zuidpool. Als ijs begint te smelten, zoveel ijs, komt het allemaal in de zee en de oceanen. Wat gaat daar gebeuren? De zee begint te stijgen. Wat gaat er dan met de landen gebeuren? Met name de landen die een lage kustlijn hebben. En wie zijn de landen? Wij. Zuid-Amerika kuststrook, Caribisch gebied kuststrook. Dus als we niks doen na een paar tientallen jaren, het gaat niet morgen gebeuren. Maar elke dag stijgt de temperatuur. Dan gaan we als landen of niet meer bestaan, of gedeeltelijk niet meer bestaan. Dus we hebben gezegd, we gaan samen ons planeet beschermen. En de unieke positie van ons land is namelijk dat in het kader van uitstoot wordt berekend hoeveel je uitstoot toch? En hoeveel je absorbeert. En daar is een balans, daar is die nullijn. En iedereen moet daar zijn neutraal. Wij zijn zelfs negatief.
carbon negatief, een van de drie landen in de wereld. Dus we zitten geweldig goed met ons 93% bos. Dat moet beschermd worden. Dat zijn de longen van de wereld. Verschaf zuurstof. Aan de andere kant zit ook als land met oil en gas. Waar de wereld zegt, hey, die oil en gas die zorgt voor uitstoot, namelijk die productie ervan. Maar wij zijn al 40 jaar olie producerend land met staatsolie. En toch zijn we carbon negatief. Nou, hier is eerst de feit dat jouw verhaal niet helemaal klopt. Want we zijn een olie producerend land en we zijn carbon negatief. Dat wil zeggen dat je door mag gaan met je olieproductie, maar wel op een verantwoorde wijze. Milieuvriendelijke wijze. Met in acht nemen van de normen van de wereld. En die normen zijn vastgesteld. Maar een andere norm is ook, die temperatuur moet niet verder stijgen dan 1,5 graden. Nu is het al boven 1,5 graden. De wereld moet weer bij elkaar. Mensen, leiders, het gaat niet goed. Het gaat niet goed met ons planeet. De mensheid wordt bedreigd. De volgende generatie wordt bedreigd. We moeten nog strakker zijn. Dus er moet enorm veel geïnvesteerd worden in die transitie van de energie. Van die fossiele energie naar die green energy. Zonne-energie, bio-energie, hydro-energie en zoveel andere soorten. Maar wel energiesoorten die niet zoveel uitstoten. En daar heb je moderne technologie nodig. Daar hebben we alle slimme mensen nu nodig op planeet Aarde om te ontdekken, om te ontwikkelen. En dat is nu gaande, maar wij zijn gunstig. Dus met welke boodschap gaan we? Luister wereld. Jij bent rijk geworden met olie en gas. Je hebt je bos gekapt en je bent rijk geworden. Wij hebben ons bos niet gekapt. En nu hebben wij olie en gas. Geef ons het recht om het goed te gebruiken, om ons volk te ontwikkelen, om de economie te diversifiëren, om te sparen voor de toekomst. En tegelijkertijd die crisis aan te pakken en laat alle Surinamers goed leven. Laat Suriname ook welvaart en welzijn kennen met die oil en gas. Maar wel op een milieuvriendelijke wijze, wel op een verantwoorde wijze. Dat is boodschap nummer 1. Tegelijkertijd zijn wij niet verantwoordelijk voor die uitstoot, want we zijn carbon negatief. Maar wat gebeurt er voor onze kus? Onze kus begint aan te vreten aan de aarde. Onze kus wordt aangevreten door stijgend water. Professor Naipaul is bezig daar mangroven te planten om te beschermen. Hij plant hier, zoveel wordt weer weggedreven. Hij plant daar, zoveel wordt weer door golven afgepakt. Dus een grote uitdaging. Maar wie financiert dat? Waar is die financiering? De wereld vervuilt, landen vervuilen, landen zorgen voor uitstoot. Maar zij financieren niet. En er is wel een kapitaal daar beschikbaar. Voor klimaatfinanciering, meer dan 100 miljard Amerikaanse dollar. Maar je krijgt geen toegang. Dus wij gaan daar, we moeten toegang krijgen tot kapitaal. Waarvoor? Om onze kust te beschermen. Waarvoor? Wat ze noemen adaptation. Je moet je aanpassen. Wat is aanpassen? Als in het binnenland regelmatig gebied onder water komen, dan gaan we met die grandma's in het traditionele gezag praten van luister, dit gaat elk jaar gebeuren. Nu gaan we naar hogere gebieden. Waar er nieuwe gebieden ontwikkeld gaan worden voor de leefgemeenschap. Met weer huizen, met weer scholen, met weer gezondheid, met weer water. Maar inmiddels was daar die rivier die jou in feite hulpbron is al voor water. Maar tegelijkertijd is het jouw infrastructuur voor verbinding. Maar als je verder gaat, dan moet je meer investeren om het water daar naartoe te brengen. Dus wie gaat dat financieren? Wereld, je vraagt adaptation. Jij moet mee financieren. Dat is een andere boodschap die we gaan geven. Jij moet mee betalen. En als het plotseling, als gevolg van die climate change, zwaar regent, binnenland onder water, kustdruk onder water, wie moet met geld inkomen? Wij, als regering. Van waar moet het geld komen? Van een andere begroting. Ten koste van onderwijs, ten koste van veiligheid, ten koste van een andere sector. Want de wereld heeft jou geen geld gegeven om die gevolgen van die climate change op te vangen, terwijl zij de verantwoordelijke zijn. Dat is die andere boodschap die we daar gaan geven. En finally,
Wij verzorgen ons bos. En wereld, jij kan ademen. Dankzij ons bos. Attendoren ook dat in pay. Compensatie. Geef ons vergoeding. Voor ons bos. Vergoeding die gaat naar het binnenland. Voor duurzaam bosbeleid. Gaat naar de leefgemeenschappen. Gaat naar het behoud ecosysteem. Gaat naar één boom kappen. Drie planten. Vijf bomen kappen. 20 planten. Duurzaam bosbeleid. Dat we ook genereren uit onze natuurlijke hulpbronnen bos. Maar tegelijkertijd planten wij voor de toekomst. En wordt tijd dat ze ons gaan betalen. En dat gebeurt middels compensatie. Daar zijn er regels. Voor carbon credits, wat noemen we dat? En we hebben onze carbon credits al geregistreerd bij de Verenigde Naties, UNFCCC. Er is een proces ingezet dat dat uitgedrukt gaat worden in een waarde. En dan gewoon landen vragen, organisatie vragen, wie daarvoor wil betalen. Zonder dat we onze status als een carbon negatief land gaan verliezen. Dat blijft ons doel. We blijven carbon negatief. Maar tegelijkertijd ontwikkelen we ons land met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Doorgaan met ons bosbeheer, duurzaam bosbeleid. Doorgaan met de biodiversiteit. Doorgaan met die kustbescherming. Maar ook doorgaan met die oil en gas. En tegelijkertijd met die inkomsten van oil en gas zorgen dat je energie gaat naar green energy. En ook dat moet binnen 60 jaar helemaal green zijn. En wij zijn al op de 50% van die tijdlijn naar 2060. Meer dan 50% wel green, dankzij onze hydro, dankzij onze zonne-energie, dankzij binnenkort nog grotere uitbreiding van onze zonne-energieproject van staatsolie en bio-energie, wat ook binnenkort ontwikkeld wordt in het district Nikeri. Dat zal de toekomst zijn. Het is belangrijk dat je daar aanwezig bent. De president gaat kort aanwezig zijn. Het ministerie van ROM met alle deskundigen gaan langer aanwezig zijn. Het was een conferentie van 2 weken lang. Waar je heel wat afspraken moet maken, commitment moet maken. En het is belangrijk dat we onze stem laten horen. Maar tegelijkertijd ervoor zorg dragen dat we hier aan het land ook dingen gaan doen. Hoe stoppen we vervuilen voor milieuvoeding? Hoe stoppen we vervuilen voor binnenland en kwikgebruik? Hoe stoppen we kort den bong? En daar gaan we als regering ook ingrijpen. We kunnen de wereld veel vragen. Maar begin doe je eigen aan toe. Wat je moet doen. En voor de rest open, goede conferentie te hebben, goede afspraken te maken. En ons land goed te vertegenwoordigen op de COP28 conference. Tijdens de algemene politieke beschouwingen op dinsdag 28 november in de Nationale Assemblée heeft president Santokki de samenleving medegedeeld dat zij terugkrijgt voor het vertrouwen in de regering en de moeilijke tijden die ze heeft weerstaan. De regering heeft besloten om per 1 januari de belastingvrije grens te brengen van 7500 SRD naar 9000 SRD. In zijn toespraak heeft het staatshoofd aangegeven dat de analyse van Surinames financieel-economische huishouding getuigt van herstel. Meneer voorzitter, er zijn heel wat vragen die door verschillende leden gesteld zijn. Die te maken hebben met de macro-economische situatie, de crisis, de beheersing van de crisis, de inflatie, de schuldpositie, maar ook namelijk de maatregelen die wij treffen om de economie verder te versterken, meneer voorzitter. En ik zal alles in samenhang presenteren, zodat de uitleg ook beter zal zijn in plaats van afzonderlijk deelvragen te gaan beantwoorden die gesteld zijn door verschillende leden van uw geacht college, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, wij hebben als regering bewust het besluit genomen
om een beleid te gaan voeren van economisch herstel. Dat is een keuze geweest. We hebben niet gekozen om een beleid te gaan voeren door leningen te nemen en met leningen consumptie te financieren, salarissen te betalen en tal van andere dingen, meneer voorzitter, bewust een beleid ontwikkeld om te gaan voor duurzaam herstel, om te gaan voor het creëren van stabiliteit en om te gaan naar groei, de economische groei, maar ook de groei in andere sectoren, zodat alle Surinamers uiteindelijk, meneer de voorzitter, ook duurzaam kunnen groeien met betrekking tot hun financiële huishouding, met betrekking tot hun koopkracht, met betrekking tot hun sociale steun, meneer de voorzitter, maar ook dat andere sectoren duurzaam ontwikkeld worden. En als u dat wilt doen, dan gaat u inderdaad een behoorlijke analyse eerst moeten maken van wat de stand van zaken is. Wat je financiële huishouding is. Dat is normaal, dat doet een ieder. Als je een huis wil renoveren, als je een huis wil herstellen, dat doet een ieder. Door na te gaan wat de zwakke plakken zijn, wat de oorzaak is, wat moet allemaal hersteld worden, wat moet allemaal vervangen worden. En dat hebben we ook gedaan met het huis Suriname, meneer voorzitter. En daar hebben wij gezegd, we zullen het drastisch moeten aanpakken als we inderdaad weer een stevig huis willen hebben. We moeten een drastisch fundament hebben waarop we ons Suriname huis verder kunnen gaan bouwen. En dat is wat we aan het doen zijn. En dat hebben we verwerkt allemaal in een herstelplan wat ook goedgekeurd is door uw geacht college, meneer voorzitter. En dat herstelplan is ook verder uitgewerkt in ons meerjarenontwikkelingsprogramma voor de middellange en de lange termijn. En dat is verder ook gekoppeld aan een IMF-programma voor economisch herstel. Meneer voorzitter, dat is namelijk de basis waarop wij ons beleid in feite ontwikkelen. En als we nu evaluerend gaan kijken, meneer voorzitter, dan kunnen we inderdaad zeggen dat de meeste doelen die wij ook aangegeven hadden in ons herstelplan, die ook gehaald zijn. En daar ligt het herstelplan. Daar ligt de totale analyse van ons financieel-economische huishouding. En ik heb het vaker gezegd, gaat u maar kijken waar we stonden met betrekking tot onze internationale reserve. Het was ver onder de nul vanwege ook een lening die in feite onterecht geplaatst was bij internationale reserve. Maar nu zijn we ver boven 1 miljard plus Amerikaanse dollar op de internationale reserve. Dat is als gevolg van ons herstelprogramma. Meneer voorzitter. En aan de hand van een pakket van maatregelen, meneer voorzitter, kunnen we vandaag zeggen ja. En zware offers, ja, daar hebben de DNA-leden geleid. Zware offers van het volk, dat heb ik ook bevestigd. Ik heb het volk ook daarvoor bedankt. En ik heb ook gezegd, het is nu tijd om terug te geven. Tijd om terug te geven. Maar meneer voorzitter, wat mij verbaast, meneer voorzitter, en het is jammer dat ik soms het gevoel krijg dat sommige leden niet blij zijn dat we teruggeven. Met hun vragen en opmerkingen. Ze zijn niet blij. Meneer voorzitter, wij als regering, wij bedanken het volk voor die zware offers. En we gaan het volk niet in de steek laten. We gaan ze helpen. We gaan ze ondersteunen. We gaan ze geven. We gaan die kwetsbare groepen beschermen. We gaan die gepensioneerden beschermen. We gaan die personen met een beperking beschermen. We gaan die zwakke financiële huishoudens beschermen. We gaan die mensen in het binnenland beschermen. We gaan die bedragen blijven verhogen. Totdat er voldoende ademruimte is in de samenleving. Totdat er voldoende koopkracht is in de samenleving. En if you know lobbying, then you know lobbying. Maar we gaan het doen. Als regering. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter, we hebben dit bereikt. Met goed overleg. Goede onderhandeling met de vakbonden.
En de vakbondsleiders. En de vakbondsleiders, meneer voorzitter, hebben leiderschap getoond. Ze hebben ook getoond dat oplossingen slechts komen. En met name duurzame oplossingen. Middels dialoog. Overleg. En niet op straat te gaan vernietigen. Zoals bepaalde politieke partijen dat aanmoedigen. Meneer voorzitter. Dat is niet wat zij willen. En we hebben overleg bereikt. Maar aan de andere kant heb ik ook tijdens het overleg met de vakbondsleiders gezegd. Wij respecteren de vakbondsrechten. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.